Aapjes. Zo. Een bliksemstrikker schicht. Oh, er komt een spook naar beneden. En een spin. Maar goed, dat ik tegen spinnen kan. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Planet aflevering hier op It's Ultrex, hier op mijn kanaal. We gaan vandaag weer een park doen uit de Steam Workshop en het heeft nogal een hele moeilijke naam. Het is de Frontiers Marvelous Luna Park. Ik kwam deze eigenlijk tegen via Facebook, want ik ben natuurlijk geabonneerd op de Planet Coaster Facebook pagina. En ja, het is nogal een oud park, of een oud park uit de jaren 60. Kijk maar, jullie zien allemaal van die oude klassieke auto's, zien jullie allemaal staan. Dus volgens mij is dit eigenlijk een park in de jaren 60. Alleen, ik vind dit wel heel erg raar. Hier staan twee zwevende auto's. En deze mist zelfs een wiel. Oh. Dat hebben ze weer helemaal verkeerd gedaan. Maar het ziet er wel grappig uit. Hier zweeft hij ook over de weg heen. Dus jongens, voor dan beter in details. Maar in ieder geval, dit is het park, jongens. Hier staat nog een circus tent of zo. Weet ik voor wat het hier is. Is hier nog wat binnen? Nee, hier is binnen is niks. Dan zie ik hier ook nog ergens een tent staan. Hier nog een lachshow. Oh, kijk nou, joh. Er is ook gelijk een circus. Maar de circus tent is helemaal leeg. Nou, dan gaan we maar even kijken wat er in het attractiepark te vinden is. We gaan hier naar binnen. Echt een hele mooie ingang. En ja, we gaan maar kijken, jongens, wat het wordt, hè. We gaan eens even kijken. Loop je hier de poort door. Echt heel grappig. En dan, ja, kijk eens even, zeg. Het is echt een beetje zo'n ouderwets park, hè. Ouderwetse draaimolen. Een ouderwetse... Zo, dit is een reuzenrad die over de kop heen gaat. Dat is ook wel grappig. Nou, en dan staat hier zo'n centrifuge, zeg ik altijd. En de mascotte staat hier ook de mensen te entertainen. Dan hebben we voor de rest hebben we nog een soort van die schommeldingetjes. En wat is hier allemaal aan de hand? Scenic Railway. Het is typisch Engels. In Engeland hebben ze heel veel houten achtbaan. Die Scenic Railway heet. En ja, het is echt een beetje zo'n ouderwetse achtbaan. Dus in begin 2000 is er ook nog een brand geweest in een van de Scenic Railways in Engeland. Een van de parken. Het is een hele grote brand. De hele achtbaan is toen totaal verloren gegaan. Hé, deze ken ik van de Vogelrok. Deze vogel. Heel grappig gedaan. Moet ik even kijken dat ik niet alles gelijk weer in een keer sloop en weer weghaal. Maar dit is dus de Scenic Railway. En we gaan dus even... Oh, hij gaat al. Even kijken. Oh, we gaan de verkeerde... We hebben de verkeerde trein. We hebben de verkeerde trein. Kijk eens, hop. Dan gaan we in de... Oh. Ja, nou heb ik dus weer te snel gedrukt. Oh, het gaat ook weer allemaal zo snel. Nou, dan gaan we gewoon wachten op deze. Gaan we gewoon wachten tot deze in... zo... En dan gaan we gewoon even zo in first person mode. En dan gaan we eens even kijken. Ik druk weer wat verkeerds in. We gaan niet die nemen. We gaan die nemen. Die niet en die niet. En deze gaan we nemen. We gaan alvast zitten. We nemen, laten we maar gewoon weer front row doen. We kunnen wel één dingetje opschrijven. Dat is misschien wel leuk. Misschien wel grappig om te doen. En nou jongens, we gaan eens kijken wat de Scenic Railway voor houten achtbaan is. En dan gaan we eens kijken. Ik ken de layouts wel een beetje van de Scenic Railway. Die is altijd de ene kant heen. En dan zit er een baan precies aan de andere kant zit ernaast. En dat is eigenlijk weer terug. Het is eigenlijk een hele compacte achtbaan. Met een heenweg en een terugweg vlak naast elkaar. Alhoewel deze, ja, zie je wel, ja, de baan zit precies naast. Oh, hij gaat hier het poortje door. Dat is wel heel grappig gedaan. Gaat niet hard. Maar hier gaan we dan toch echt de eerste afdaling krijgen. Hoppa. Nou, het is niet echt een, het is meer een familie achtbaan is het.
gaat niet echt zo snel allemaal. Het gaat allemaal een beetje... Oh, kijk, nou is het leuk, joh. De brandweer... brandweerkazerne hebben ze gebouwd. Echt heel leuk gedaan. Een winkeltje, allemaal huisjes. Echt heel grappig gemaakt dit. Ziet er wel echt heel erg mooi uit. Nou, hier verliest hij alweer een heleboel. Lijkt wel dat hij geremd wordt. En dan gaan we weer verder. En dan gaan we via de andere kant gaan we weer terug. Want daar hebben we de stationingang weer. Dadelijk. Alles is compact naast elkaar. Hop. En dan gaan we weer een heuveltje naar beneden. Een heuveltje omhoog. Een heuveltje naar beneden. En... Dat is wel heel erg leuk gedaan. Wel een hele witte houten achtbaan. Ik ben nooit zo echt gek van kleur in houten achtbaan. Moet voor mij bruin zijn. Of vind ik het niet zo mooi. Oh, kijk nou joh. Hiernaast zit dan zo'n wilde muizenachtbaan. Die gaan we dadelijk ook eens even proberen. Eens even kijken wat het allemaal is. Hoppa. Kijk eens eventjes. Hup, dan gaat hij hier weer naar beneden toe. En hier is de uitgang, het einde van de rit. Er staan zelfs nog 3 treintjes op elkaar te wachten, zie ik. Kijk eens, ze staan allemaal te wachten op elkaar. Een leuke achtbaan. Ja, jammer dat het op het einde dat je zo lang moet wachten. Ik heb hem gewoon even snel uitgedrukt. Maar dit is dus de... hij gaat eigenlijk een beetje heel het park eigenlijk door, hè. Dat is eigenlijk wel heel erg grappig eigenlijk. De Scenic Railway. Nou, dan gaan we even verder kijken. Hier heb ik dus de reuzenrad wat over de kop heen gaat. Heel erg grappig. Hier heb ik ook weer zo'n misselijkmakend ding. Ga je ook draaien? Volgens mij ga je ook nog over de kop, volgens mij, of niet? Ja. Gaat ook over de kop. Dit is ook wel leuk gedaan, hoor. Kijk eens. Dit is ook weer grappig gedaan. Kijk, joh. Kijk nou eens, joh. Dit is echt leuk gedaan. Echt zo'n soort... zo'n ouderwets ding erbij. En van die entertainments. De Colombians Gayest Quartet. Pink Albert. Leuk gedaan. 4 homo's op een rijtje, hè? De Gayest. Gayest Quartel. Nou, hier heb ik Monsieur Fritos. Hier heb ik nog een baantje. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Oh, ik ga weer te ver. Dus hier is het ontzettend druk. Dit vind ik ook heel erg leuk gedaan met dat huisje en dan die winkeltjes erin. Echt leuk gedaan. En hier hebben we nog zo'n... de Old Music Express. Dus zo'n, hoe heet het ding ook weer? Horen, hupplepup horen. Echt leuk gedaan. Hier nog van die vliegtuigjes. Mijn muis die wel een beetje niet wat ik wil. Maar erg leuk gedaan. Erg grappig. We gaan nog eventjes een stukje verder. En heb je, hier heb je nog een wilde muisachtbaan. En ik wil daar eigenlijk wel in. Het lijkt me eigenlijk best grappig om daarin te gaan. We moeten even wachten tot... Dat er weer een treintje komt. Wacht er gewoon even netjes zo. Hop. Ik kan het ook een keer zo doen. Hoppa. Dan zitten we gelijk in het goede treintje dadelijk. Doen we het gewoon in first person mode. Nou, we gaan eens even kijken, jongens. Daar komt alweer een... dat is de Scenic Railway. Dit is ook wel heel erg leuk gedaan, want die muis is zo rood en gele blokjes. Echt grappig gedaan. Echt mooi. Maar daar komt er al eentje. Ik wou zeggen, ik denk, waar blijven de muisjes dan? Ik wil wel instappen en ik wil wel gaan zitten. Nou, maar blijft voorlopig nog, voorlopig gebeurt er nog niks. Oh ja, nou stappen ze uit. Hoppakee. Alle 4 stopjes tegelijk. Nou, dan kunnen we zitten. We zitten weer vooraan. Helemaal vooraan. In het eerste treintje ook.
En daar gaan we dan, jongens. Deze is een stuk hoger volgens mij dan de Scenic Railway. Maar erg leuk gedaan, die. Ook die lampjes erbij. Echt grappig gedaan. Ook die ondersteuningen. Ik weet niet of dat bij het spel zit of dat dat apart gemaakt is. Dat ziet er in ieder geval wel heel erg leuk uit. Nou, een paar van die rare. Grappe bochtjes. Waar natuurlijk de heel de muisachtbaan onbekend staat. En we gaan alleen nog maar rondjes draaien. We. Huppakee. En hier gaan we dan de eerste daling doen. Hoppa. Hups. Hoppa. En dan weer een bocht. En dan. Oeh, dit was wel een flinke daling. Hoppa. Hoppa. Nou komen die dalingen eindelijk aan. Daar komen ze. Het gaat allemaal heel snel. Hop. Hop. En weer een daling. Erg leuk gedaan. Hups. Hop. En dan zijn we weer bij de stationsingang. Erg leuk. Erg grappig. Nou, we gaan gelijk even uitstappen. Ik heb het wel weer gezien. Dankjewel, Wally Boyman of zo heette die. In ieder geval was dit de wilde treinachtbaan. Ja, wat is er nog verder nog meer? Joh? Oh, ik zie hier ook nog wat. De Ghost Train. Wat is dit nou weer? Een beetje van die... Oh, dat wil ik wel eens even zien, dit. Oh, moeten we wel even netjes een goede trein hebben. Hero. Een soort spookhuis lijkt het wel. En dan gaan we beginnen, jongens. Kijk eens, we gaan de trap op. Gordijnen die waaien helemaal. Allemaal skeletjes aan de muur en op de plafond. Oh, kijk die boeken, dat is ook leuk gedaan. Een beetje symbolica-achtig. Die boeken. Erg leuk. Doodskistje. En dan gaan we naar buiten toe. Echt zo'n beetje zo'n kermisattractie. En dan twee van die haapjes. Zo. Een bliksemschicht. Oh, er komt een spook naar beneden. En een spin. Goed dat ik tegen spinnen kan. Hop, dan gaan we een stukje naar beneden. Oeh, dan gaan we nog draaien ook. Hoppa. Beetje een spinning coaster. Hoppa. Hop, dan komt een spook al. Grappig, joh. Echt, wat mensen kunnen bouwen is echt ongelooflijk. Dit was hem, jongens. Nu moeten we weer uitstappen, hè. Ziet er echt leuk uit. De Ghost Train. Had ik die gemist. En ja, erg leuk. Erg gaaf. Is dit nou allemaal weer? Oh, hier staat allemaal nog kraampjes allemaal. En wat hebben we hier dan nog? Ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat is dit nou allemaal weer? Oh, dat is een... wc volgens mij en een ding voor de huizen, voor de wc en voor de bezoekers. Nou, dan hebben we nog een draaimolen. En dit was een beetje het park, jongens. Het ziet er echt leuk uit, echt grappig. Ik zag hem op het plaatje staan en ik had echt zoiets van, wauw, wat ziet dit er mooi uit. Daar moet ik eens even dringend een aflevering van opnemen. Zo, de Scenic Railway is echt heel druk. Jeetje zeg. En ook die vliegtuigen zijn ontzettend druk. Kijk eens, zo'n mooie, leuke wachtrij. Leuk gethematiseerd. Ja, dit is buiten het park dan. Maar zelfs buiten het park is het echt ontzettend leuk gedaan. En dit was, wat ik net zag, is echt zo'n brandweer. dus is een soort brandweer hebben ze daarvan gemaakt. Wat is dit trouwens eigenlijk? Dat is ook een staffbuilding. Echt heel leuk gedaan.
Oh, kijk nou eens, joh. Ze hebben hier zelfs nog vliegtuigjes. Wauw, dit is echt gaaf gedaan, zeg. Ze hebben hier echt gewoon winkelstraatjes hebben ze gemaakt. En straatjes met huizen. Echt ontzettend leuk. Kijk nou eens, joh. Wat is dit nou weer voor apparaat? Oh, kijk nou, dan hebben ze zo'n soort... Ik laat iemand die auto's op. Erg leuk gedaan. En hierboven nog een luchtballon. Echt zo. Dit is echt leuk gedaan. Nou, ik zag dus het plaatje en ik had echt zoiets van... wauw. Dit ziet er wel echt ontzettend mooi uit. Hier moet ik een aflevering van opnemen. En ja. Zodoende. Oh, hier heb je nog een popcornkraampje. Dan kun je nog lekkere popcorn kopen. En dit was het park, jongens. Het Frontiers Marvelous Luna Park. Echt ontzettend leuk. Je kan hem downloaden in de Steam Workshop. Zou ik zeker een keer doen. Zeker een aanrader. Dan kunnen jullie zelf eens het park bekijken. Echt ontzettend leuk gedaan. Nou, ik zou zeggen in ieder geval, jongens. Vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer op It's Ultrax en druk op het belletje en klik de notificaties aan door op het V'tje te drukken. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Nou, ik bedank jullie allemaal en tot snel, tot de volgende Planet Coaster video. De groetjes allemaal en een fijne avond verder. Bye bye!